We zijn Nederland Waterland, daar zijn we ontzettend trots op. En het is hoog tijd dat we onze wateren ook zo gaan behandelen. Wie is er opgestaan voor de stem van de vissen? Denken vanuit een ander perspectief. Ik denk dat de Talent Day van Jong Waterbeheer ontzettend belangrijk is. Omdat er nogal een grote opgave ligt voor alle jongeren die nu met water bezig zijn. Ik denk dat er op individueel niveau geen kloof is tussen jong en ervaren. Als je met elkaar in gesprek gaat, dan is er geen kloof. Maar soms kan het wel als je als jonkie ergens een organisatie binnenkomt. En er zijn een heleboel mensen die op een bepaalde manier werken en dat altijd al zo gedaan hebben. Kun je dat wel ervaren als een kloof. Ik denk dat de oplossingen van mensen met veel ervaringskennis, gemixt met de oplossingen van de jonge mensen, ja, dat is eigenlijk wat we nodig hebben voor die betere toekomst. Ik denk dat wij veel meer aangaan op impact maken voor een betere natuur of meer biodiversiteit. Of als dat je aanzet om daarvoor te gaan, maar vervolgens in de praktijk gebeurt het niet. Dat is vaak het moment dat wij als jongeren weggaan. Terwijl als je dat ook daadwerkelijk gaat doen en verandering teweeg brengt, jongeren meer invloed geeft ook om mee te mogen denken. Ik denk dat dat de manier is om jongeren ook in de watersector te houden. We zijn een serious game aan het spelen en eigenlijk is het doel dat we van de situatie nu naar een visie in de toekomst gaan. Dus we gaan het landschap opnieuw inrichten. We hebben allemaal hele mooie dingen aangeraakt waarbij we ook de verhalen die onderdeel van ons zijn naar voren hebben gebracht. Wat is jouw waterlichaam? Wat heb jij, als dat een leraar is, wat heb je van het water geleerd? Je zit de hele tijd in je hoofd. Je bent hartstikke druk bezig en hier mag je even niks doen. Als mijn hoofd te vol wordt, dan word ik minder creatief. En hoe leger mijn hoofd, hoe ook creatiever ik word. Dus dat is al goed voor de creativiteit. Ik denk ook voor de productiviteit. Blijf rustig in en uitademen. De natuur is de belangrijkste en goedkoopste klimaatoplossing. 1/3 van het Parijsakkoord kunnen we halen door wereldwijd te investeren in natuur. Ja, ik werk als omgevingsmanager en ik kwam ook andere omgevingsmanagers tegen. Dus dan is het heel leuk om te zien van hoe doen zij dat in het werk, waar lopen zij tegenaan. Wat ik morgen naar mijn werk meeneem is dat water in verbinding staat met veel meer dan alleen maar de testen die wij uitvoeren. Dus ook voornamelijk kijken naar de toekomst, van hoe kunnen we zorgen dat dit behouden blijft. Wij hebben een visie gemaakt, maar wij kunnen als onderzoekers niet die visie gaan realiseren. Dat moeten andere partijen doen. En volgens mij zit hier een hele community aan jonge mensen die de wereld wil verbeteren. Dus ik krijg daar wel heel veel energie van, moet ik zeggen.